Als ze trouwens zeggen bedje, dan denken ze van, daar zit een gast, moet die nou wel gaan slapen? Maar dat, dat is ook wel niet de bedoeling. Maar wat betekent dat eigenlijk, Rachel, dat woord? I can't get used to losing you. Ik kan er maar niet aan wennen met de gedachte om jou te verliezen. Oh, mooie zin, hè? Mooi, ja, ja, mooie gedachte. Dat is tegeltjeswijsheid. Ja, dat heb jij nog wat tegeltjeswijsheden voor ons? Nee, vandaag niet. Nee. Je hebt wel een beetje triest nieuws, volgens mij. Ik heb wel een beetje triest nieuws. Ja, daarvoor heb je ook een zwarte trui aan, natuurlijk. De zwarte kotrui aan. Ja. Nee, niet speciaal daarvoor. Maar ik pas wel met de match met de stoel. Maar goed. Ja, ook dat, ja. Ja. Ja, valt niet op, ja. Nee. Camouflage. Camouflage, ja. Maar in het zorgcentrum Beukelot is een corona-uitbraak. Dat werd gisteren bekend. Er zijn verscherpte maatregelen genomen. Zo zijn 3 afdelingen afgesloten voor bezoekers. En ook het restaurant is gesloten. En er zitten een hele hoop bewoners nu in quarantaine in principe. Ja, contact. Even komt dit goed woord, maar dat ze niet mensen weinig mogen zien. En dat wil ook zeggen dat ze allemaal getest moeten gaan worden. Dus wel de medewerkers als de bezoekers of bewoners. Dus het is een hele operatie. Zeker 10 bewoners zijn besmet met het virus. Dat wil zeggen dus dat alle 51 bewoners dus nu binnen zitten. Dat is niet goed te horen. Ja, en we hebben ook een medewerker gesproken die zegt... Ja, ze zijn wel gevaccineerd, de meeste daarvan waarschijnlijk wel. Dus, maar ja, dan kun je alsnog ernstig ziek worden. Zware griep, dan zie je, zei de medewerkster eigenlijk wat de symptomen zijn. Wat wel opvallend is, is dat tijdens een seniorenmiddag van 2 weken geleden in Meersen, daar zijn ook ongeveer 8 mensen besmet. Seniorenmiddag, zorgcentrum, ja goed, die link kan je wel leggen, maar goed, dat kan natuurlijk nog niet bevestigd worden. Ja. Maar er zijn ook 8 mensen besmet geraakt tijdens die middag. En daar zijn wel gewoon aan alle maatregelen voldaan. Corona-check, niet door elkaar heen lopen, een beetje afstand. Volgens mij wel, ik pas er niet, maar nee. Maar dat zijn wel inderdaad maatregelen genomen. Ja, we lazen vandaag ook in de social media dat er ook waarschijnlijk nu grieptesten gehouden gaan worden. Want men weet het verschil af en toe niet meer tussen corona en griep natuurlijk, maar waar is het einde? Nou ja, goed, in ieder geval, je zal zien dat dit natuurlijk iets is waar het Beukeloor natuurlijk ontzettend veel last van heeft. Want het zijn allemaal, je moet een hele teststraat weer gaan halen en zo. Beukeloor wou zelf overigens niet reageren. We hebben gebeld, maar die wouden geen reactie geven. Ja. Dus, nou, dat is in ieder geval tot zover Beukeloor. Dan was het de Week van de Veiligheid. Ja. Dat is misschien wat gemerkt is. Je kon overal messen en wapens inleveren bij gemeentehuizen, waaronder Meersen. Maar er was ook op de Weekmarkt een... hoe kan je het noemen? Een soort plek waar je aan ecstasy kan ruiken. Althans niet aan ecstasy zelf, maar aan de geur. Zodat je daarna een ecstasy lab kan ontdekken, ruiken. Dus dat was op de Weekmarkt. En daar zijn we even geweest en we hebben even gevraagd hoe het rook. Nou, ik heb begrepen dat het een beetje een zoete geur is. Heb je zelf niet... Ik was er niet, nee, maar het was. Ja, ik heb begrepen dat het een soort zoete geur is. Hè? Wiet en zo, dat als je dat wordt geroken, dan ruik je dat. Maar dit is dus wel even een andere soort categorie, zeg maar. Dus ja. In ieder geval, dat kon afgelopen week gebeuren op de Weekmarkt. Zijn we ook even wezen kijken. En dan de intocht van Sinterklaas. Aha. Ja, het komt eraan. En op zondag 14 november zal de Sinterklaas en zijn Pieten hun intrede doen in de kern Meersen. Dat gaat gewoon door dit jaar. Vorig jaar kon het niet doorgaan. Toen was wel een Sint en Pieten serie te zien op Meer Vandaag. Maar dit jaar kan de Sinterklaas intocht gewoon doorgaan. Dus ik weet niet, zet het in de agenda zou ik zeggen. Ja. Kom kijken. Ja, nou heb ik wel gehoord dat die ook nog 10 dagen in quarantaine moet. Dus volgens mij moet er wat eerder aankomen toch, of niet? Dat is wel, daar moet wel aan gedacht worden. We zijn alweer rood, dus zal toch iets mee moeten gebeuren. Het is toch niet bekend hoe die in de andere kernen wordt binnengehaald. Maar 14 november komt hij dus gewoon naar Meersen toe. Wat leuk. En dan zijn we ook geweest naar Wil van der Laan. Die heeft een expositie in het Erfgoedhuis. Daar heeft hij een beeld van Romeinse keizers gemaakt. Ja, en dat is inderdaad bewonderen in het Erfgoedhuis. En die keizers die waren eerst in het Musea dei Bronzi Dorati in Italië. Ah, oh, tuurlijk. Dat zei ik even op mijn best Italiaans. Ja, maar. Ja. Ah, heel bekend. Ja. Bekend. Maar daar was een museum en daar hebben de keizers gestaan. En je zou denken, Caesar, die is er niet. Want die was nooit keizer. Maar die heeft toch een speciale plek gekregen in de expositie. Helemaal in goud. En het zag er vrij mooi uit. Ja. Maar leuk om te vertellen. Hij was vanmorgen op het veld in Meersen. Heeft hij nog gevoetbald? Wil van der Laan? Nee, Caesar. Oh, oké. Okay.
Maar dus... Ja, toch? Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, goed. Ja. Maar dus naast de keizers zijn er ook andere werken te bezichtigen. Zoals een 6 meter breed geschilderde vierluik. Met als onderwerp de waterlelies van Buitengoed Verzachteld. Dus kunst in Meersen. En als de keizers dadelijk in het museum zijn geweest, morgen is die expositie klaar. Dus dan spreken we over zondag. Dan gaan die naar de Château in Raar. Oké, okay, ja. Ja. Naar het nieuws nog andere programma's op meer vandaag. Ja, zeker. Religieus erfgoed is te zien over de Basiliek van Meersen. De laatste kerk die wordt behandeld. Maar deze kerk heeft wel heel veel te vertellen. Dus we doen het in 2 afleveringen. Volgende week is dan de volgende te zien. Maar morgen gaan we kijken naar de buitenkant van de kerk. En ja, wat daar de historie is. En hele bijzondere taferelen zijn dat te zien. En ook hele leuke details die misschien normaal niet opvallen.